We staan aan de Bergschot en we hebben zojuist de hoogste muurschildering van Brabant afgerond. 38 meter. Joram Raukes heeft de schildering gemaakt en hij is 3 weken bezig geweest. Nou, het proces wat wij per schildering doorlopen kan nog wel verschillen. Maar de keuze voor de kunstenaar komt ook vaak in overleg met de omwonenden tot stand. Maar in dit geval, ja, het is zo'n grote muur. Er zijn eigenlijk weinig Nederlandse kunstenaars die dit aankunnen. Dus de keuze voor Joram stond min of meer vast toen we aan het project begonnen. Het is moeilijk te bepalen met wie je allemaal in gesprek moet. In dit geval ben ik gewoon echt 72 deuren langs geweest om in de flat te vragen of mensen op zo'n schildering zitten te wachten. Ja. Nou, het leuke was, de 69 mensen waren thuis en 61 mensen waren heel enthousiast. Dus dat gaf voldoende draagvlak. Het leuke was bij het langsgaan bij al die deuren dat toch bij veel mensen wel enige herkenning was. En we hadden ook een boek meegenomen. En inmiddels, inwoner heeft ons boek, maar het is een soort bibliotheek. Dus steeds komt iemand het lenen om toch meer te leren. Wat je op deze schildering ziet is vrij duidelijk natuurlijk een bos met bloemen. Maar als je wat dichterbij kijkt, dan zie je dat de kunstenaar in een soort collagestijl heeft gewerkt. Normaal knipt en plakt hij letterlijk zijn werk in elkaar. En als je naar de vaas kijkt, zie je dat bijvoorbeeld heel goed. Die bestaat misschien wel uit 4 of 5 verschillende stukken vaas. Maar ook in de bloemen, als je daar heel goed naar kijkt, zie je dat dat niet allemaal zo is zoals het op een heel realistisch schilderij zal zijn. Nou, en er zit natuurlijk bepaalde symboliek in. Sowieso zo'n boeket, ja, bestaat uit allerlei verschillende elementen, maar door de vaas wordt het een geheel. Nou, hetzelfde geldt een beetje voor zo'n woonwijk als Heusdenhout. Veel verschillende bewoners. We hebben ook bewoners om input gevraagd en we kregen zoveel uiteenlopende verhalen. Ja, dat die bosbloemen misschien nog wel de beste metafoor was. Van ja, zoveel individuele verhalen, maar toch gezamenlijk zo'n wijk. En we hebben ook gevraagd van, goh, wat is nou typisch Heusdenhout wat we hier in de afbeelding kunnen opnemen? En dat zie je aan het boompje op de vaas. Dat komt uit het wapenschild van Heusdenhout. Deze plek werd zo geduid omdat hier heel hoge bomen groeiden. En van de takken van die bomen werden stelen gemaakt voor landbouwwerktuigen. Daar komt de naam Heusdenhout eigenlijk uit voort. Dus vandaar dat er een essenboom op staat. Een boom die voor dat doeleinde werd gebruikt. We zijn ooit begonnen omdat we plekken die wel wat aandacht konden gebruiken een stukje mooier te maken. Vooral in de binnenstad waren heel veel aanlooproutes die eigenlijk het aanzien niet waard waren. En daarmee hebben we geprobeerd het imago van de stad ook te verbeteren. En mensen reageerden daar zo enthousiast op en werden er zo blij van dat het langzaam heeft uitgebreid. In september gaan we een heel leuk project doen op het Kasteelplein. En daar gaan we een vloerschildering maken. Er wordt een speciale vloer gemaakt en dan kunnen dus mensen wel helpen. Sterker nog, we hebben elke dag 24 mensen nodig om te helpen. Oh. Werk je 3 uurtjes en help je mee om een kunstwerk van 20 bij 20 meter te realiseren. Ja, je kunt je natuurlijk afvragen van, is op een gegeven moment niet heel die stad volgeschilderd? Ja, we zien voorlopig nog voldoende plekken waar je toffe dingen kunt maken. Maar we zijn ook bezig met digitale toepassingen en met audioroutes, met talentontwikkelingsprogramma's. Dus ik denk dat in de loop van de jaren misschien het tempo wel iets kan afnemen. Maar dat er daarvoor in de plaats een heleboel andere leuke projecten komen in de geest van de schilderingen.